klinkt allemaal wel. Wortels. Dat is de volgende paragraaf, paragraaf 2. Algemene formule van een machtsfunctie. Machtsfuncties zien er als volgt uit. Y is A maal X tot de macht N. Nou, dat is helemaal niet onbekend, want daar hebben jullie er al een paar van gehad. Al die kwadraatjes die we hebben gezien. En tot de macht 3 hebben we denk ik al eens gezien. En daar gaan we het over hebben. Ik heb 4 verschillende soorten grafieken die hierbij horen. Want, is die net uit beeld, was van Janne. Als n is even. Dus tot de macht 2. Tot de macht 4. Tot de macht 6, tot de macht 8. Jullie snappen het principe. Hoe ziet die grafiek eruit? Happy. Als, ja, als een smiley mondje, hè? Een soort paraboolachtige. Nou, oké. Maar, je bedoelt gelijk zo, zo smiley. Hoe groot is A dan? Oh. 2, 4. Positief, dankjewel. A moet groter zijn dan 0. Dan hebben we een dalletje, hè? Nou, onze grafiek hierbij. Ik zet hem ernaast. Volgende. Had hij ineens scheef, dat weet ik niet. Zo. Een x en een y. Nou, daar komt hij. Die ziet er ongeveer zo uit. Hij is iets breder dan een parabool. Als hij tot de macht 4, tot de macht 6 en tot de macht 8 is enzovoort, is die iets breder. Vergelijking. Bijvoorbeeld, ik heb geen lijn, moet ik hem eens aantikken. Bijvoorbeeld met deze lijn. Hoeveel oplossingen heb ik? 2. Okay. Nou, met deze en deze. Dus 2 oplossingen. 2 oplossingen. Oké. Gaat naar de volgende situatie. N blijft even. En A. Oh, sorry. Wat is er? Ik was die dingen wel tegen, maar wat is die lijn hier? Gewoon een vergelijking. Dat ik 2 oplossingen heb. Meer is niet. Maar is dat nu de x-axis dan? De x-axis. As. Dit is de x-as. En ik vraag bijvoorbeeld, wanneer is de parabool gelijk aan 3? Oh ja, zo. Ja? Oké. Okay. Nou, andere situatie. N blijft even. Maar nu is A kleiner dan 0. Hoe ziet de grafiek eruit? Ja, als een bergparabooltje. Een x. Een y. En hoe hoger de macht, hoe breder dit deel is. Nou, ik ga weer een vergelijking oplossen. Gaan we natuurlijk zo meteen nog doen. Hij is bijvoorbeeld hier. Hoeveel oplossingen heb ik? 2. Deze. En deze. Ook 2 oplossingen. Het kan natuurlijk ook zijn 0 oplossingen of 1 oplossing. Dat hebben we natuurlijk ook net geleerd bij die kwadraat. Is het dan anders met tot de macht 4? Tot de macht 6 is niet anders dan een kwadraatje, hè? Hoeveel oplossingen je hebt. Oké, maar nu. En een oneven getal. 3. Ja, jij doet hem al, hè? 3, 5, 7. Weet je ook de naam van die grafiek? Nee. Nee? Iemand anders? Want ze heet een man. Hij verspringt dan, hè? Mooi, mijn lijntje. Zo.
Ik zal even tekenen wat zij voorheeft met de vinger. Ik noem haar ook wel een slinger. Hoe groot is A nu? Positief. Groter dan 0. Ja, A moet groter zijn dan 0. Ik ga weer een vergelijking oplossen. Bijvoorbeeld, willekeurig. Hoeveel oplossingen heb ik? 1. Heb ik bij zo'n soort grafiek altijd 1 oplossing? Ja. Ja, altijd 1. Altijd 1 oplossing. Nou, dit was situatie 3. Hebben we nog een andere situatie? Ja, dankjewel. En dat is als n oneven is. We gaan kleiner dan 0. Hoe ziet de grafiek er dan uit? Voor mijn zin. Ja, precies andersom mij. Is het een dalende grafiek? Hoeveel oplossingen heb ik altijd als ik dit, als ik hier een vergelijking van maak, ook weer 1 oplossing? Of die nou positief is of negatief, ik heb altijd 1 oplossing. Daar heb ik er altijd 1. Ik heb er hier 2. Of. Gezien, hè? Ja, als je hier je vergelijking hebt. Ja. Ja? Oké. Okay. Dat is niet anders dan bij het kwadraatje. Ja? Oké. Okay. Hier gaan we natuurlijk ook vergelijkingen mee oplossen. Maar we gaan daar ook wat anders bij doen. Dat is iets wat jullie nog niet kennen. Oké. Okay. Los op. Ook nog wat voorbeeldjes. Los op. X tot de macht 6 is 20. Ja, we deden altijd gewoon een kwadraatje als er een 2 stond. Heb jij een idee? Dan doe je zo'n wortel en dan voor de wortel doe je zo'n hoofdcijfertje 6. Die voor de wortel maar. Oh ja. In de wortel. Ja? Je hebt helemaal gelijk. X is. Kijk, ik doe hem ook zo. Want als je hem ervoor zet, dan is het 6 keer wortel 20. Ja, maar je denkt met je vinger, denk je het wel goed in de lucht beschrijven. 6 wortel 20. Wij zijn wiskunde-B'ers, dus wij laten dat staan, want dit is een exact antwoord. Staat er nou, het moet in zoveel decimalen, dat komt heel af en toe eens voor, hoe tik je dit dan in? Je tikt in, een 6. Dan ga je naar weer naar die mat. Weet je wel, links in het midden ergens. Helemaal links in het midden, die we net ook hadden. Is het de vierde x-wortel staat er dan? Oh, x-wortel. Staat hier dus, ik weet niet meer hoe die er staat. Staat hier in de lucht die x, hè? Ja, hè? Zo, tik daarop. Dan tik je de 20 in. En dan op je enter-toets. Zo, dit is moeilijk, jongen. Dat is oefenen. Dat was veel simpeler. Ben ik ook klaar? Nee, je moet er nog een in. Juist, dames, er wordt nog wat gezegd. Of x is min de zesde machtswortel van 20. Want het is een even getal. Want het is een even getal in de macht. 2 oplossingen. Oké. Nou, dan komt de volgende. 5x tot de macht 3. 5x tot de macht 3 is gelijk aan 135.
27. Dus nog 7 erbij, 27. En nu? Zo'n ding weer met een drietje. Ja, zo'n ding. Een derde mas wortel heet dat. Een derde mas wortel. Derde mas wortel van 27. En nog een min. En nog een min? Nee, nog maar een min. Niet te midden, hè? Oneven mag. Dus geen min. Maar toch ben ik nog niet klaar. Heel goed. Dit is een mooi getal. Zo noemen wij dat. De derde mas wortel van 27. Daar komt een mooi getal uit. Dus die moet je dan opschrijven. Dat ziet niet iedereen. Dus je tikt hem in je rekenmachine. En dan zie je dat er 3 uitkomt. Dat wist je niet van tevoren. Maar volgende keer zie je dat wel. Omdat we dat een paar keer doen. Ja, want volgens mij is de eerste opgave van het huiswerk ook dat je een tabelletje moet maken met de bekende getallen. Dat je ze een beetje uit je hoofd gaat leren. Komt vanzelf, want je komt het 10 keer tegen. Dan was ik klaar met de uitleg voor nu. We gaan straks verder.